De volgende stap in de veredeling en in de koolteelt is het gebrek aan arbeid wordt steeds een groot probleem. Dus we zijn op zoek naar rassen die we in de toekomst machinaal kunnen oogsten. Dit is een voorbeeld waar we een pilot mee gaan doen komend jaar. Dat gaan we proberen te organiseren. De belangrijkste eigenschappen van deze kool is buiten dat het gewoon goede Syngenta-kool is. Maar dat ze gelijk qua hoogte zijn. En dat ze op gelijke hoogte en op gelijke lengte blijven staan. De planten blijven mooi rechtop staan. Waardoor de oogstmachine een betere kans heeft om een goed snijvlak te maken en een goed oogstresultaat te maken. Met de drone hebben we opnames gemaakt waarbij u kunt zien hoe recht deze kolen in een vierkantsmaat staan. De overige kolen zijn gewoon de standaardrassen. Maar dit ras onderscheidt zich echt in de vierkantsmaat en in de hoogtemaat. Als u goed kijkt kunt u zien hoe gelijk de hoogte van deze kolen is. Waarbij u achter ziet dat daar veel meer ongelijkheid in zit. Dit geeft veel meer kans voor een oogstmachine om een goed oogstresultaat te maken.